Het Dorpsplein in het Oude Dorp was weer de centrale plek voor de viering van Bevrijdingsdag in Amstelveen. Vanaf 3:00 in de middag was er veel te doen. Het programma op het podium werd geopend door Salsa Flamingo. Onder een stralend zonnetje zorgden de zingende kapsters met hun swing the mood voor het nodige entertainment naast het podium. Natasja van Wezel verzorgde in Museum Jan de vrijheidslezing Vrijheid of Vrede. Na de lezing van Van Wezel kon het avondprogramma beginnen met Joke de Kruif en het ontsteken van het vrijheidsvuur. Ja, goede avond allemaal. Joke, hartelijk welkom. Fantastisch. Dankjewel. Wat fijn dat je er vandaag en vanavond weer bij bent. Lieve mensen, Amstelveeners, lieve lopers van de atletiekvereniging Startbaan. Hartelijk welkom. Wat ontzettend fijn dat jullie hier voor ons in Amstelveen de bevrijdingsvlam komen brengen. Een korte introductie voor jullie. Velen van jullie zullen het waarschijnlijk wel weten, maar in Wageningen brandt het vrijheidsvuur in Nederland. En ook de atletiekvereniging haalt elk jaar 's avonds deze vlam op. En dat begint om 12:00 s'nachts, waarbij verschillende steden uit Nederland de vlam krijgen. Om 1:00 s'nachts, wetende naar een drankje in het café, begint deze loop voor jullie. En dat is een tactische aanloop, want dan ontwijk je de drukte. Zo moet je het invullen. En dat begint de lange weg naar Amstelveen.
stukken van 2 kilometer elkaar afwisselen. Sommige mensen lopen dat 10 keer, sommige mensen lopen dat 13 keer, sommige lopen dat 8 keer. Het is een beetje de challenge tussen wakker blijven, heb ik begrepen. En de spierpijn die optreedt en de stijfheid. Maar uiteindelijk, en zo heb ik jullie deze ochtend weer mogen ontvangen bij de atletiekbaan, een gevoel van trots en ja, het samen doen om dit vuur naar Amstelveen te brengen. Dat is wat bovenal uitsteekt. Voor jullie is er 1 dame die de vlam draagt, Francisca. Ja? Aan jou de eer zometeen om dit vuur te overhandigen aan onze burgemeester Tjapko. Dus ik ga jou uitnodigen. Kom alsjeblieft naar voren. En namens Amstelveen, ik geef jou de microfoon. En laten we de vlam ceremonieel aansteken voor ons feestje, bevrijdingsfeestje in Amstelveen, in hier het oude dorp. Dankjewel, Wilbert. Dames en heren, wat mooi jullie zo grote getalen hier te zien vanavond. Deze mooie, droge dag. Hey, beste lopers, ik had nog wat wallen onder jullie ogen verwacht. Maar jullie zien er topfit uit. Hoeveel kilometer heb je gemiddeld gelopen? Ik denk iets van 5-6 kilometer als jullie met heel veel mensen waren, of niet? Of nog wat meer? Ah, er waren heel veel mensen die een busje gereden hebben. Heel goed. Hey, maar fantastisch dat jullie dat weer gedaan hebben. Zoals ieder jaar, een mooie traditie. Mensen die denken van, hoezo Wageningen? Nou, Wageningen is in 1945 de capitulatie geweest van de Duitsers. En toen was het eigenlijk officieel vrede in Nederland. En sindsdien, sinds 1948, is het een hele mooie traditie wat Wilbert al zei over de vrijheidsvlam. En wat mooi ook dat die vlam nu door jullie opgehaald is in Wageningen. Ik geloof dat zo'n 100 gemeenten dat gedaan hebben en jullie met een flink grote delegatie. En mensen, dat vrijheid. Gisteren hebben wij de herdenking gehad hier vlakbij. We hebben andere woorden gesproken. We hebben veel spanning in de wereld op dit moment. Maar vandaag vrijheid. En ik kom net bij de vrijheidslezing van Natasja van Wezel vandaan hiernaast. En zij had een hele mooie persoonlijke bijdrage. Wat vrijheid voor haar betekent. Maar ook in de context van vandaag. En zij heeft een paar mooie dingen gezegd. 1 ding wil ik eruit halen. Vrede is hard werken. En vrede komt niet vanzelf. En ik denk dat dat iets is wat ons moet realiseren. Zeker in deze tijd. Ja, je mag de vrijheid vieren. Dat doen we vandaag ook volop. En dat mag je vrolijk zijn en lachen. Maar zorg ook dat je altijd blijft realiseren dat die vrijheid niet vanzelf gaat. En dat we daar hard voor moeten werken. En laten we dat vooral ook in Amstelveen gaan doen. Dames en heren. Mag ik, voor wij de officiële ceremonie gaan doen. Want je staat al een tijdje te wachten zo met je arm. Ik kan wel even doorgaan. Maar dames en heren, dit gaat ook vandaag niet vanzelf. Als ik u vertel dat maanden geleden al de vrijwilligers van Amstelveen Oranje, die niet alleen Koningsdag, Koningsnacht, maar ook 4 mei en 5 mei hebben voorbereid, hoeveel tijd die er al in gestopt hebben, mag ik van u een hartelijk applaus voor deze vrijwilligers. Hartelijk dank. Dames en heren, dan vind ik het nu fantastisch om officieel het bevrijdingsvuur te mogen ontvangen en met jou hier in de Amstelveense vlam te gaan ontsteken. Dames en heren, wat ontzettend fijn dat u er bent vanavond. We gaan de vrijheid ook hier vanavond vieren met een heel mooi programma. En we hebben net al een mooi voorproefje gehoord. Wilbert, dank je wel.
samen de wereld een stukje mooier maken. Samen iets voor elkaar doen, samen met elkaar de schouders eronder zetten. En samen gelukkig zijn dat wij nu vrede hebben in dit kleine land. Dankjewel. Nou, jullie kennen het allemaal. En ik weet dat jullie heel mooi kunnen zingen. Dus dat doen jullie nu ook vast weer. Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dat ook? Gevoel van onrust dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. Het zal die twijfel voor ons blijven bestaan. Komt-ie, hè? Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm en gekleurder dan het grauwe om ons heen. Dat wil toch iedereen. Oh, jullie zingen zo mooi. Mijn vriendje, mag ik even aan je hangen? Je warmte voelen, ook al is het maar heel kort. Heb jij dat ook? Gevoel van rust dat je bekruipt als jij me aankijkt. Want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeend zijn. Heb jij dat ook? Gevoel van tijdloos dat dit wel voor altijd door mag blijven gaan. Al die gevoelens, door die gevoelens blijf ik naast je staan. Jullie zongen zo mooi, dan wil ik het nog een keer horen, hoor. Komt ie, hè? Samen zijn is samen lachen, samen even voel ik bij elkaar. Ja, echte zangers, hè? Samen zijn sterkste storm gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, dat wil toch iedereen. Nog één keertje, dan nog heel hard. Ja, komt ja. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, dat wil toch iedereen. Oh, wat een heerlijke avond hier in Amstelveen. Dank jullie wel voor een fantastisch samen zijn. En hopelijk tot de volgende keer. Dank jullie wel. De avond werd afgesloten door de Amstelveense band Almost Famous. En zo werd Bevrijdingsdag 2024 een mooie opmaat naar volgend jaar als we 80 jaar bevrijding vieren. En dat doen we uiteraard ook in Amstelveen.